Ik denk dat die analyse op zich klopt. Mensen zijn nog steeds boos over onze kabinetsdeelname. Maar dan is er dus geen houden aan. Nee, aan ik want dat blijven ze nog wel een weekje. Oh, dat zou kunnen. Mm-hmm. Ja, alleen ik ben ontzettend trots dat wij daar hebben gestaan. En ik wil dus vechten voor iedere stem en iedere zetel. Omdat ik vurig van overtuigd ben dat het belangrijk maar is. Maar hoe breng je het op? PvdA is. Dat vuur is er nog, de trots is er nog. Maar u ziet dat het geen enkel effect sorteert. Ja, dat is ook heel frustrerend. Dat vraagt iets aan een karakter, hè? Ja, dat klopt. Heeft u dat karakter? Nou, nog. Ja? Ja. Staat u soms nog vrolijk op? Niet altijd. Mm-hmm. Na het debat van zondag stond ik niet vrolijk op. Nee. Maar de kunst is natuurlijk in mijn werk. Toen ik begon hiermee, wist ik al dat het moeilijk zou worden. Ik geloof dat het nodig is. Ik geloof dat het nodig is dat politici niet alleen kijken naar de peilingen, maar ook wat durven, compromissen durven te sluiten, risico durven te nemen. In een lastige tijd iets doen wat mensen misschien lastig vinden. En ik ben ervan overtuigd dat dit land het nodig heeft dat er ook een partij is die niet zegt alleen maar dit belang. Maar niet 17 miljoen partijen. In het verleden zit u dwars. Maar nu de campagne man. Ja. Als je, bent u in vorm? Gaat het goed eigenlijk? Bent u tevreden over uzelf? Ik ben, over de meeste optredens ben ik best tevreden. Waar was u ontevreden over? Nou, zondag. Ja. Wat gebeurde daar eigenlijk? Ja. Wat is uw het was klassiek zo'n moment dat je in de lift denkt, met die opmerking had ik er wel versierd. Of dat je op weg naar huis denkt, met deze opmerking. U hebt het over Diana Matroos? Ja. U had het haar versierd? Nee, ho, ho. Ik verstond het wel. Nee, je krijgt daar natuurlijk. Ik zag daarna de mensen die na mij kwamen. En op een gegeven moment Henk Rol. Ik dacht, ja,